Eddy Schoneveld, we zitten hier op de 50ste Almeloze Ruiterdagen. Wat betekent dat voor jou? Ja, eigenlijk wel een beetje spanning. We zijn hier al maanden mee bezig geweest. 50 jaar is natuurlijk een prestatie als je een evenement zo lang kunt volhouden. Daarnaast is het ook zo dat het evenement het oudste evenement van Almelo is. Waar we toch met elkaar best wel een beetje trots op zijn. En het is een van de grootste paardensportevenementen van Nederland. Dus met elkaar zijn we echt weken bezig geweest, nou zeg maar maanden, om dit evenement voor te bereiden. En dat het dan zover is, dat geeft toch een bepaalde kick en een bepaalde kriebel. Als je dan bekijkt 50 jaar, hoe het allemaal begonnen is en hoe het op dit moment is, betekent dat dat de ruitersport in de lift zit? Dat durf ik niet echt te zeggen. De ruitersport heeft een flinke deuk opgelopen door de crisis. Want het werd natuurlijk allemaal wat zorgelijker, zeg maar. Het is erg duur en heel veel mensen hadden toch op een gegeven moment wat minder te besteden. Dus je kunt niet echt zeggen dat het heel erg veranderd is. Maar we zijn wel heel blij met de mensen die hier nog komen. Nou, dit jaar hebben we echt een record aantal aan deelnemers. Maar dat komt ook omdat we natuurlijk de 50ste Ruiterdagen hebben. Dus we hebben heel veel reclame ervoor gemaakt. Normaal de ponies is sowieso altijd een heel druk weekend. Maar ook de paarden is dit jaar een record aantal deelnemers. Ponies, er zijn echt hier hele topruiters bij die ook internationaal presteren. Dus, maar het klopt wel dat de aankomende maandag de paarden komen en daar hebben we ook echt een heleboel toppers bij zitten. Maar van het weekend hebben we ook topsport gezien hoor. We hebben in ieder geval Frank Hosmar hier in huis. Die gaat naar de Olympische Spelen toe in Rio. We hebben Gabrielle Rensing, lid van onze eigen vereniging, die zojuist ook in het viertal heeft gereden. Zij is lid van de Lolé-ruiters, de organiserende vereniging hier. Maar ze is een zevende geworden op het Nederlands kampioenschap. Dus kortom hebben we natuurlijk ook een geweldig randprogramma dit jaar, omdat we 50 jaar bestaan. Zo hebben we maandagavond het 40-plus springen, of de Golden Oldies. Dus eigenlijk de 40-plussers die laten ook nog zien wat ze kunnen en daar zijn we heel blij mee. Dinsdagavond hebben we ook een speciaal programma met een optreden van een viertal van Marijke Hamming. Die komt hier een demonstratie geven. Woensdagavond hebben we de singer-songwriteravond hier op het terrein. Woensdag hebben we ook de kinderdag. Toen komen ze vanuit een aantal scholen hier uit Almelo komen ze hier naar de manege toe om een rondleiding te krijgen. Maar daarnaast kunnen ze hier ook even pony rijden. Donderdag hebben we ook een speciaal programma. Dan krijgen we een showteam. En dan is er een demonstratie van dansschool In A Roll hier uit Almelo. Vrijdagavond is voor ons wel een beetje het hoogtepunt, want dan hebben we natuurlijk het traditionele ruitenbal. Dit jaar met Almeloze artiesten, DJ Bram Wijs en Duo Laredo, waarvan een van het duo, dat is natuurlijk Johnny Bolk. En Arjan Veneman uit Vriezenveen, dus er is ook vlakbij. En net daarvoor hebben we het duo springen. Dat is echt spectaculair en voor mensen ook heel erg leuk om te zien. Daar hebben we een mechanische stier. En die mechanische stier, daar mag een ruiter op zitten. En tegelijkertijd zit er ook één op het paard. En op het moment dat het paard een hindernis springt, gaat de stier een tandje harder. Dus, en dan is het de kunst om te blijven zitten natuurlijk. En wie het langste blijft zitten, zo lang duurt de wedstrijd. Want ook zaterdag is nog echt de moeite waard. Zaterdagavond hebben we hier de grote prijs van Almelo en de Curo Muziek bij Kunstlicht. Daarnaast hebben we ook nog een heleboel demonstraties zaterdagavond. Dus ook echt weer de moeite waard. We zullen er zijn. Ik vind het fijn dat jullie er zijn. Helemaal goed.